Traders. Dit is de marktanalyse van woensdag 19 juli. Het is nu even kijken: 10 voor 12. Nog net ochtend, en we gaan weer ons rondje maken langs de velden. Eh, beginnen bij de Dow, bij links de dag, en rechts weer de week. Um, ja, per saldo, niet zo heel veel uh, verandering. We zien dat we, als we even vijf dagen terug gaan, we ongeveer op hetzelfde niveau zitten. We hebben wel een nieuwe high gezet. We zijn dus uit die trading range gebroken. Dat zal ik jullie laten zien. We hebben dus hier die trading range um, gehad tussen zeg maar 21.500 aan de bovenkant en de onderkant zit zeg maar rond die nou, 21.200 uh, grosso modo als je deze uitschieter niet, uh, niet meeneemt. Um, daar zijn we nu uitgebroken. We hebben een terugtest gehad. Um, die is op slotbasis is die nog intact. Dus we zijn intra wel even ondergekomen. Op slotbasis is die nog intact. Dus het is even de vraag of wij inderdaad um, of dat die, die uitbraak hier ja, echt gaat, gaat, gaat lukken. Als ik naar de cyclus kijk en we zetten de cyclusbodem hier neer op 29 juni, dan tellen we nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is de mid-cyclus low. 19, 11, 12, 13, 14 de bar. En dat zou betekenen dat wij. Ja, tegen het einde van de cyclus zitten. En dat dit hier. Deze top. Oh, even netjes de top erbij halen. Dat deze top hier. Um, mogelijkerwijs al de cyclus top is. En dat betekent wederom. Dat we dan. Um, ja weer terugvallen in die trading range. En dat we waarschijnlijk weer die onderkant. Daarvan gaan opzoeken. Dus dat we. Een, een, zoals het in traders termen heet. Een failed break gaan zien. Die failed break is er nu nog niet. Althans nog niet op slotbasis. Um, dus dat moeten we even afwachten. Um, zelf zou ik zeggen als we op slotbasis onder de 21.500 zitten. Dat dan zeg maar die dalingsfase van de cyclus um, ja, echt in, in werking is getreden. Dat die echt is geactiveerd zeg maar. En dat we dan richting die 21.200 uh, zouden kunnen corrigeren. Kijk je nu op weekbasis dan tellen we in de lopende cyclus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De tiende week. Dat is de mid cycle low. 11, 12, 13e week. Dus ook hier zitten we voorbij de, um, de helft. We hebben vooralsnog een boel cyclus. Hè, want we zien eigenlijk het loopt keurig opwaarts. We hebben vorige week de top gezet. Um, dus er is op zich geen reden om aan te nemen dat de top van de week er staat. Um, waar we natuurlijk ook hier rekening mee moeten houden, is, is feitelijk uh, dit. Dat zagen we eigenlijk in de voorgaande cyclus ook. Kijk, toen zagen we ook hier, op een bepaalde moment de topvorming, uh, twee weken zijwaarts en dan wat naar beneden. En dat is zeg maar deze tweede cyclusfase, hè, want we hebben hier die mid gezet van de weekcyclus. We zitten nu in de tweede cyclus zelf van die uh, lopende weekcyclus dat het maar blijft bij één opwaartse candle en dat we nu een aantal weken zijwaarts gaan en daarna mogelijk uh, licht gaan corrigeren of, of misschien ook meer, maar dat, dat zien we dan wel weer. Um, dat kunnen we nu nog niet inschatten. Op weekbasis ziet het er gewoon goed uit. Dus we moeten eventuele zwakte halen uit de dagchart en dat zien we dus hier. Een eerste indicatie is dus zoals gezegd als die fail break hier. Um, Buiten deze trading range, als die fail break doorzet, zeg maar tot 21,200, dan heb je eigenlijk het eerste ja, topvormingssignaal op weekbasis, want dan ben je uitgebroken. We breken eigenlijk terug um, in die trading range en dat is een eerste um, signaal van zwakte. Dat betekent nog niet dat de opwaartse trend ten einde is. Um, daarvoor zou je eigenlijk onder deze swing moeten, moeten breken. Dus eigenlijk onder deze low, want deze, vanaf deze low hebben we eigenlijk de laatste impuls gehad naar de nieuwe high. Dus dan zou je onder die 21.100 zeg maar op slotbasis moeten breken en dat is volgens ons nog niet aan de orde. Dus we moeten eigenlijk vanuit de dag chart kijken als daar zwakte ontstaat in de cyclus, dat we dus bijvoorbeeld left translation zien... Dat we daar uh, signalen kunnen, kunnen oppikken voor de week-chart. Zoals gezegd, dat is nu nog niet aan de orde. We hebben nu nog eigenlijk een hele normale cyclus, waarbij we nu in de wat latere fase van de dagcyclus zitten. Meest waarschijnlijk zou ik zeggen een, een ja, gematigde correctie in die trading range terug. En dan, dan kijken wat die cyclusbodem, waar die dan valt. En de volgende dagcyclus, dat zal dan interessant worden, want als die inderdaad bearish is, dan heb je. Op dagbasis mogelijk, dus een eerste lagere top. En dan krijgen we inderdaad signalen voor voor de weekchart, dat daar wellicht ook de cyclus-top cyclus van de weekcyclus gezet is. Maar dat zien we dus op het moment dat uh, deze dalingsfase eerst is afgerond. Dus dan zijn we toch minimaal een week of twee weken um, verder. Goed, gaan we naar de uh, DAX? En we gaan hier ook even de instelling. Anders maken. Um, 1440 minuten. Zo. De DAX. Um, ja, je ziet al op, op, op dagbasis het hele plaatje. Ziet er ook anders uit dan de DAU. DAU is eigenlijk opwaartse trend, trading range, uitbraak. En hier noteren we op hetzelfde niveau als, nou zeg maar, eind maart, uh, 27 april. Een beetje, ja zeg maar, mei, Dus we zijn eigenlijk in de laatste maanden per saldo in de DAX niet zo heel veel opgeschoten. Er is, zoals dat heet, relatieve zwakte van de DAX ten opzichte van de Amerikaanse beurzen, zou je kunnen zeggen. Nou, um, we zien hier die um, grote dalingsbar. Hier. Gevolgd door een, een kortstondige nieuwe low. En ik gaf um, in de vlog van vorige week en ook in de blog... Daarop aan dat dit is een, een, op zich een, een boel is gegeven: deze bar hier, deze rode bar. Want op het moment dat je deze bar ziet, ik ga nog eventjes hier naartoe, zo, dan is eigenlijk de meest uh, logische inschatting. Nou, we hebben dus hier een eerste puls gezet, we hebben een, een herstel gezet van 2-3 dagen en we gaan nu inderdaad verder nieuwe lows zetten. Nou, als je kijkt wat gebeurt er gebeurt, die nieuwe lows komen er niet. Sterker nog, de koers breekt dus boven die. Um, boven die bar uit en men noemt dat dus ook een red bar takeout. Een solide rode bar die aan de bovenkant wordt uitgenomen en dat is dus over het algemeen een koopsignaal. Nou, van belang voor een aanval op die 13.000 punten is vervolgens eigenlijk twee dingen: namelijk dat deze weerstand, dat die hier wordt gebroken, de bovenkant van zo'n grote, zogenaamde bear elephant bar. Um, die fungeert namelijk vaak als potentiële uh, weerstand. En we zien eigenlijk als je hier een zone tekent, je ziet hier zeg maar een cluster van weerstand, je ziet hier een soort cluster van steun in deze zone. Dus zeg maar deze twee zones fungeren eigenlijk als een barrière naar boven toe. Daar moet de DAX gewoon doorheen. Kets die daar af. Dan wat we dan zien, dan wil je niet zien dat de DAX naar beneden grote zwakte vertoont. Dan wil je eigenlijk zien dat het eerste afketsen op de genoemde weerstand slechts een, een tijdelijke onderbreking is en, en dat de reactie daarop mild is. Nou, wat zien we nu? We ketsen inderdaad af op die niveaus en wat zien we hier? En dat is even belangrijk. We zien dus nu dat de reactie naar beneden nou best wel fel is. We hebben nu twee dalingsdagen gehad eh, eergisteren en gisteren. In totaal uh, van 12.670 nou, tot zeg maar 400, van de zevende punten gedaald. Um, dat waren redelijk overtuigende trenddagen. Um, je ziet op dagbasis dat we eigenlijk een sell setup hebben. Ja, je ziet in die onderste indicator, die quick indicator, zien we dat die lange lijn, die staat onder nul. Die geeft dus op de korte termijn een daalende trend aan. Die korte zit erboven geeft dus aan dat we een, een korte reactie hebben opwaarts tegen een lange, langere neerwaartse trend hè, op op deze dagchaart. Um, dus dit niveau hier, dit afketsen op die op die genoemde weerstanden, um, dat was voor intraday traders een interessant punt om zo te gaan. Um, swing traders, ja, is dit allemaal nog? Uh, per saldo niet zo heel interessant omdat we eigenlijk in een grote trading range zitten met ja, swings naar boven en naar beneden. Maar het geeft nu wel aan voor de komende tijd. Um, dat deze twee orders dus blijkbaar uh, sterker zijn dan verwacht. Even de chart opnieuw resetten. Zo. Wat is nu het, het uh, scenario voor de komende tijd? Um, de cyclus. Ja, zit nu, zeg, hij heeft hier waarschijnlijk zijn cyclostrop gezet, tenzij je nu in één beweging bovenuit gaat. Dat lijkt gezien de indicator en de kracht naar beneden niet het meest waarschijnlijke. Dus het scenario uh, wat ik eigenlijk nu voor ogen heb, is um, door die zwakte die je hier ziet, um, is eigenlijk uh, deze ontwikkeling, we hebben nu waarschijnlijk krijg je die mid-cycle low, dus de tussentijdse, Pauze in de cyclus en een tweede cyclusfase. En dan zou het meest logisch zijn dat je ergens tot nou, 12.550 grosso modo gaat. En dan die loos nog een keer gaat aanvallen, of daar zelfs onder gaat zakken. Dus voor de dag ziet het er uh, deze week wat minder gunstig uit. Uh, vorige week was dit een heel ander verhaal, want we hadden dus uh, dit, dit, deze Red take-out, We hadden duidelijk bullish bar. En ik heb die mening van de uh, DAX ook gebaseerd op eigenlijk, het weekplaatje. Ik kijk nou eventjes mee in de week. Um, dit hier, dit niveau, was mijn inziens de mid van de week. Nou, en waar baseer ik dat ook mede? Ik kijk dan ook naar de tweedaagse cyclus. De tweedaagse is eigenlijk um, één bar zijn twee dagen. En je ziet dat een, een weekcyclus feitelijk door twee of drie cycli van twee dagen wordt gezet. Nou, um, hier zien we heel duidelijk een cyclusbodem. bodem. Je ziet die tabel stochastics bodemen. Um, dus dit was voor mij het teken. Nou, dit is de mid low in de week. Um, en als dit de mid-cycle low in de week is, en we hebben per saldo, is dit nog een opwaartse trend? We hebben maar één week naar beneden gehad van echte daling. We zitten bovendien nog. Um, zeg maar boven dit kritieke niveau hier, zeg maar die 12.340. Um, dus de, 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 de kans dat we eigenlijk hier, op het moment dat hij hier opveert, en dat was vorige week natuurlijk het geval, dat we hier nieuwe highs gaan maken, um, die is redelijk groot. Hè? Want, want het plaatje zag er dus uit, zag er zo uit um, vorige week. Nou, dit is een vrij. Boelens plaatje, als je hier zegt, dit is de mid-cycle low, dan uh, is het vrij aannemelijk dat je zegt: Nou, we gaan die 13.000 uh, aanvallen en dan mogelijk uitbreken. Nou, nu zien we dus dit. We zien dus um, dat de candle eigenlijk volledig ongedaan is gemaakt. Kun je dat voorspellen? Nee. En dat is um, ja, het, tussen aanhalingstekens het frustrerende van uh, treden. Je kunt, maar je wilt ook niet de beurs voorspellen. Je kiest feitelijk het meest waarschijnlijke scenario aan de hand van de combinatie van trend, cyclus en price action. En, het moment dat de markt, en daarbij hou je rekening met een alternatief scenario. En je vraagt je eigenlijk elke keer af, het hoofdscenario is A, wat moet de markt doen om het hoofdscenario A nog te, te volgen? En als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Wat is dan de meest waarschijnlijke uh, stap. Nou, we hadden gezien. Hoofd te, uh, hoofd, het hoofdscenario A was zeg maar een uitbraak tot, een stijging tot die 13.000. We moesten die twee hordes uit, uitnemen. Dat is dus niet gebeurd. We zijn daarna um, verder gedaald dan dit niveau. Dat stond ook in de blog. Had ik dat ook aangegeven. Um, even kijken, dit niveau hier. Dat ik even met die pijl markeer. Kijk, dit was eigenlijk um, cruciaal. Dit niveau wilde dus eigenlijk dat de markt corrigeert. En, en tot maximaal 12.500. Dus eventjes die pijltjes weglaten. Dat het goed te zien is. zo. Op het moment dus. Dat de markt hier opwaarts gaat, hier is een hoofdstel tegen die weerstanden. Dat op zich is niet zo verkeerd. Want daarvoor zijn weerstanden dat ze tijdelijk de markt onderbreken. Maar daarna was eigenlijk de cruciale voorwaarde voor het hoofdscenario naar die 13.000 te gaan. En correctie niet verder dan 12.500. Nou, En we zien hier die 12.500 leid ik af uit deze tussentijdse referentiepunten. En we zitten daar nu onder. Nou, Dus hier moet het hoofdscenario volgensnog worden verlaten en moeten we ons instellen op een alternatief scenario en het alternatieve scenario heb ik net gegeven gezien de zwarte die nu is opgetreden um, is het alternatieve scenario dat wij in de tweede cyclus helft um, in principe in deze range herstellen waarbij je vaak ziet dat het de helft tot zeg maar twee derde is en dat we daarna um, nog een keer een aanval zien op die um, op die lows ...rond die 12.300 of dan misschien onder. Nou, dat zou dan voor de week ook betekenen, hier... ...dat, we in de, dat, dat dit dan hierboven, die 13.000, zeg maar, de weekcyclus top is geweest... ...en dat we inderdaad in de correctiefase van de weekcyclus gaan komen... ...en dat er misschien zelfs nog meer daling in het vat zit. Dus dit moeten we nu even in de gaten houden. Voor de komende dagen is het van belang, wordt hier die met psycholoog gezet... ...en hoe ziet daarna het herstel eruit... Is het herstel relatief zwak? Dus zeg maar twee, drie dagen van uh, neutrale bars, inside bars, um, en zeg maar zoals dit hier in, in de periode 3, 4, 5 juli, dat soort herstelpogingen, dan denk ik dat je grote kans maakt om nog een beweging naar beneden te maken. Zien we echter dit soort bars hier: dikke groene bars. Um, ja, dan moeten we het scenario weer, uh, weer gaan aanpassen. Gezien het voorgaande. Dus deze daling, ga ik volgens mij nog uit dat we nu een herstel krijgen in die dalingsruimte, hier in die impulsdaling. En dat we ergens rond dit niveau 1250, 12,600 maximaal. Dat we daar een lagere top gaan zetten. Maar we moeten dus eerst die met low hier even afwachten, oké, okay, dan gaan we naar de boond. Um, de boend hadden we even alles netjes resetten. Was de vraag eigenlijk in de week, als we even naar de rechterchart kijken, is dit hier? Is dit al een weekcyclusbodem? Nou, um, zo ja, dan kunnen we weer herstellen tot misschien de bovenkant van die training range. Zo nee, dan volgt waarschijnlijk nog een lagere, um, een lagere low. Nou, ik ga ervan uit dat dit volgens nog geen. Cyclusbodem is. Waarom? Um, omdat ik ook kijk naar de, zeg maar, de onderverdeling. Uh, we hebben hier ook een, we kunnen ook naar die tweedaagse kijken. Um, die heeft hier wel een, 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 een soort bodem gemaakt. Als ik hier bijvoorbeeld kijk naar de maandgrafiek, we zien hier dat waarschijnlijk um, op dit punt hier de maandcyclus gezet is. Dus we hebben het nu over een hele lange cycli. En dat we eigenlijk in het, in het begin van die maandcyclus helemaal niet opschieten. Um, dus er is, er is sprake van ja, toch wel, wel zwakte op een wat hogere timeframe. Um, en die zwakte zal uiteindelijk gaan doorcijpelen naar de lagere timeframes. Dat betekent dus dat je aan het einde daarvan waarschijnlijk. Uh, daar ga ik volgens nog vanuit dat we nog één daling naar beneden gaan, gaan, of één daling gaan zien, één beweging naar beneden. Um, ook als we gaan tellen, als we dan uitgaan dat dit de bodem is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier is de met cyclo 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nou, het zou dus kunnen zijn dat op bar 16 de weekcyclus gezet is. Dat kan. De indicatoren geven dat aan. Dat kan. Um, dan wil je nu kracht zien, want het begin van een cyclus is het meest boelus. En dan kijken we even naar dag. Is er nu sprake van een krachtig herstel? Nou, vooralsnog niet. Dus wat is nu cru cruciaal eigenlijk als we denken in scenario's? Als het hoofdscenario is, we zien even een kort herstel. En daarna nog de laatste dalingsfase van die week. Tot zeg maar onder die 160, dat is nu mijn hoofdscenario. Wat willen we dan in de dag zien? Dan willen we in de dag zien: uh, feitelijk, dit herstel tot maximaal 162. Hier, waar we nu een beetje tegenaan zitten, daar dan een omkeersignaal op dagbasis en um, dat het liefste binnen 10 bars. Nou, want je ziet. In een dalende trend zitten de cyclusstoppen meestal tussen bar 3 en bar 10. We tellen nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus het zal vandaag, morgen, misschien overmorgen, dan zit je op de helft van de cyclus, moeten gebeuren. Dat we in die zone, zeg maar in die zone 162, misschien met een uitschieter tot 162 en een beetje, dat we daar gaan toppen, dat we daar ook een omkeersignaal zien, een, een bearish of een... Of Zeg maar zo'n bar zoals hier op 15 juni. Uh, dit soort bars, dus een heel duidelijke bar op dagbasis die aangeeft dat deze beweging nu waarschijnlijk getopt is. En dan is het scenario dat we daarna deze low weer gaan aanvallen en daar uitbreken. Want dan zou dit namelijk de laatste dagcyclus zijn van de laatste fase van de weekcyclus. Nou, dat is het hoofdscenario. Wat is het alternatieve scenario? Dat dit inderdaad, waar het vraagteken staat, de weekcyclus bodem is. En dat moet zich dan uh, vertalen in de dagcyclus, dat we uiteindelijk wel door die 162 breken. Dus stel we ketsen hier af en we krijgen maar een daling van 2-3 dagen, gaan bodemen en gaan dan uitbreken boven deze weerstand. Ja, dan is er dus iets anders aan de hand, want dan is dit niet meer een herstel op deze voorgaande daling, nee, dan is dit een nieuwe impulsbeweging omhoog. En een nieuwe impulsbeweging omhoog kan alleen maar voorkomen als op een hoger timeframe, in casu de week, blijkbaar sprake zou zijn van een cyclusbodem. Dus die scenario's hebben we nu eigenlijk uh, ge geschetst. Hoofdscenario dus afketsen rond dit niveau, daarna Nieuw impuls naar beneden. Alternatieve scenario. Eventueel um, hier afketsen. Een kortstondige daling en dan uitbreken, of meteen uitbreken. Maar voor het hoofdscenario van die daling mogen we dus bij voorkeur niet ja, ver boven die 162, 162,30 gaan uitbreken. En moet er binnen vandaag, ja, tot overmorgen zeg maar, een soort top um, signaal ontstaan in de daggrafiek.